nu toch eens echt tijd om de treinkamer zijn echte gedaante te laten geven. En dat betekent eerst werken. Na eerst de bureaukant mooi opgeknapt te hebben, komt nu de buitenmuur aan de beurt. Het is 31 maart 1986, tweede paasdag. Een laatste blik op de fotomuur, zoals die was. En de treinbaan in zijn voorlopige opstelling. En die zal dus wel over een paar dagen in de doos verdwijnen. Zelfvereende krachten maken lichtwerk. Oepsie. En wat een lelijk gezicht trek je erbij. Zo, een beetje later komt er alweer aardig een beetje schot in. Als we werkloos worden, kunnen we altijd nog behanger worden. Nou ja. Zo, nog een paar kleine hoekjes, zoals hier naast het raam. En hier bij de deur. De oude grote tafel komt dan wat dichter bij de uitgang. En zie daar de eerste tekenen van de treintafel. Natuurlijk wens ik u nog een hele prettige zondag verder. Ik hoop dat u zich amuseert met of zonder Japjum Radio. En zoals ik het net al zei, wat mij betreft, tot de volgende keer. En de zondagen die zijn natuurlijk uitstekend geschikt om aan de treinbaan te werken. Nog een blik op de vertrouwde tafel die zo'n kleine 20 jaar dienst heeft gedaan als donkere kamer, tafel en later als treintafel. Maar nu zal hij dan toch eindelijk het veld moeten ruimen. Hartstikke bedankt ook voor je programma. Zo, na een paar uurtjes schroeven en lijmen beginnen de rest van de tafeldelen ook vorm te krijgen. Ik moet wel zeggen dat dit de fase van het werk is waarin je ziet dat er wat gebeurt. Daar staat hij dan. Nog los. En dat is dus de treinbaan. Te groot voor deze lens, daarom zullen we eens even een klein trucje uithalen.
laatste stukje muur wordt mooi gemaakt. Nou ja, mooi. Als het een beetje dekken wil, dan ziet het er toch wel aardig uit. En dit is het spul waar het allemaal mee gebeurt. En intussen zijn de spaanplaten voor de tafels ook al gekocht. En provisorisch gemonteerd. Op de eerste tafel na. Anders is er geen ruimte om te werken. En dat terwijl het buiten weer eens een keertje regent. Deze lente weet er wat van. Deze lente van 1986. Eind april, niet te geloven. En het balkon, dat is nu nog open, maar op 12 mei gaat het ook veranderen. Want dan komt de aannemer er een overkapping op zetten. Arno een grotere kamer, de bijkeuken, een dak. En van de 3 bakken violen blijft ook niet veel over als je alles in zijn geheel bekijkt. Ja, dat ze gek zijn, dat wist ik, maar dat ze zo gek waren. Van de treinbaan zelf eigenlijk, beginnen zich af te tekenen. En af te tekenen ook letterlijk gezien. Want alle sporen zijn op de tafel uitgezet. En niet alleen de sporen. We kunnen zelfs al parkeren. Of in het park recreëren. Nou ja. Alle sporen uitgetekend, hoogteverschillen uitgerekend. Plus 5 centimeter, 4% stijging, enzovoort, enzovoort. Zelfs de winkelstraat is al een beetje te zien. Nou, nog scherp ook. Ja. Geef in ieder geval een eerste indruk van hoe het een en ander eruit zal gaan zien. Stationspostkantoor. Voor de autobus. En de ruimte voor de keerlus achter aan de tafel. Goed. Dat was dan weer een overzicht van de werkzaamheden. Het
Het is weer een tijdje geleden dat er opnamen van de treinbaan zijn gemaakt. Maar ja, er waren ook weer zoveel klussen tussendoor te doen. 9 november is het vandaag. Zondagochtend. En we zullen eens kijken wat er allemaal gebeurd is in die tussentijd. Niet al te veel, maar de laatste weken... Ja, toen is er toch wel wat gebeurd. Hoewel de hoofdzaak daarvan eigenlijk onder de tafel ligt. Zo is de keerlus die dadelijk aan het zicht onttrokken wordt aangelegd. Inclusief de schakeling die daarbij hoort. Alleen moet die nog een definitief plaatsje krijgen op de tafel. Ook is het niveauverschil al in ruw afgewerkt. En de weg die uit het dorp gaat, moet in de toekomst eindigen daar, in deze tunnel. En daar waar het stadspark gepland is, over de twee spoorbanen heen, daar is nog slechts sprake van een stadsmuur alleen. De rest, ja, die moet nog komen. Hoewel het wandelpad naar het stadspark reeds op zijn plaats ligt. En wat zien we daar? Dat is de onderbouw van een sein waar de lampjes zitten. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het sein echter apart gehouden, want het is natuurlijk heel erg teer. Hier nog even een blik op het gemonteerde sein. Via lichtgeleiders wordt het licht naar boven naar de seinlampjes geleid. Een diesellocomotief van het type 212 Deutsche Bundesbahn met een passagierswagon, bestemd voor het lokale verkeer. Hetgeen het volgende plaatje oplevert van deze lokale trein. Een grote hoeveelheid schakeldraad werd gevonden door 3 meter telefoonkabel uit elkaar te rafelen. 120 draadjes in 14 kleuren is het resultaat. En dat levert het volgende kleurrijke plaatje op. En natuurlijk is dat slechts een gedeelte van de oogst. En de rest gaat in een doos om op een later tijdstip gebruikt te worden. 370 meter draad uit 1 stukje telefoonkabel van 3 meter. En zo zou het emplacement er ongeveer uit kunnen gaan zien. En tussen het emplacement en de huizen natuurlijk het hoofdstation. Maar voorlopig zullen alle treinen en wagons nog wel in de doos blijven. En zullen er nog wel een paar vakanties overheen gaan voordat de baan klaar is. In de kerstvakantie van 1986 is er wel iets gebeurd. Het had weer eventjes stilgelegen, dus het werd tijd dat ze er weer eens aan begonnen. Alle rangeersporen en de sporen bij het Centraal Station, zoals ik het nog even zal noemen, liggen definitief op zijn plaats. En het station, het was al die tijd wel op een baan getekend, maar ik had er eigenlijk geen idee van hoe het eruit zou zien. En toen we het dan ook in de aanbieding zagen liggen voor de helft van de prijs, was het pik ik heb je.
En het is ook maar gelijk in elkaar gezet in ruwbouw. Om te kijken hoe het zou staan, wat voor ruimte het in zou nemen. En of de denkbeelden wel zouden overeenkomen met de werkelijkheid. En die werkelijkheid is met zo weinig scherpte diepte natuurlijk moeilijk over te brengen. En het is eigenlijk het hele overzicht van het sporenplan bij het Centraal Station. En een nieuwe TL-buis zorgt voor de zo broodnodige verlichting boven de tafel. Onder tafel is er natuurlijk nog lang en aan niet klaar. En levert dat het verrassende beeld op van allerlei loshangende draadjes van de wissels en ontkoppelrailsen. Om over de seinen nog maar niet te praten, want die staan er nog niet eens in. Er is dus nog wel het een en ander te doen. 13 juli 1987. Het is weer een hele lange tijd geleden. En er is toch wel iets gebeurd. Een gedeelte van de bocht van de hoofdbaan is overkapt, om het zomaar eens uit te drukken. Zelfs al gedeeltelijk met gips bewerkt, zodat het eigenlijk allemaal een beetje echt lijkt. Het traject van de hoofdbaan aan de achterzijde komend vanuit deze bocht. Het dijklichaam, om het zo maar even te noemen, moet alleen wat smaller worden. Neemt zo een beetje veel ruimte in. En sluit trouwens ook niet aan op deze brug of viaduct. En dan het schakelpaneel. Ja, dat is een verhaal apart. Helemaal klaar. In een kleur groen. Alle gaten geboord. In hardboord, wat een aardig karwei was. En het spoor. Sporenplan getekend. En in dat laatste, we zaten dan net de kneep. Sporenplan getekend. En toen ik de coderingen van de wissels erbij ging zetten, ja, toen bleek dat er een spoor te veel op stond. En dat is jammer. Toen kon het hele spel overnieuw beginnen. Niet meer in de kleur groen, maar een kunststofplaat in wit. Kocht bij een zaak die neonreclames verzorgt en lichtbakken maakt. Dus het gatenboren was nu allemaal wat makkelijker. Voor de rest op dezelfde manier. En wel met het goede sporenplan natuurlijk. De zwarte tape die komt uit de autoshop om auto's te belijnen. En met wrijflettertjes en de coderingen van de wissels erbij gezet. Dus in 2 dagen was de schade hersteld. De aansluiting van dit muurtje op het treinportaal is gewoon gemaakt van piepschuim. Een beetje bestreken met kunststoflijm en geschilderd. De winterdagen die zijn niet echt geschikt om te filmen. Veel te donker. Maar ja, als er wat gebeurt, moet je het toch op de film vastleggen. En er is wat gebeurd. Uit IJslands mos zijn zelfs bomen gemaakt. Ook de ingang van de tunnel begint ergens op te lijken.
Het gras op de zonneweide, dat ligt nog los. Maar de vijver waar Pootje gebaat kan worden, die zit reeds op zijn plaats. Hier moet dus nog typisch gras ingezaaid worden. En de zo broodnodige heuvels, die worden met gips op dit gaas aangebracht. En een indruk van het busstation is er ook al te krijgen. De eerste boom die is er zelfs al geplant. En dat is dan de situatie met Kerstmis 1987. De rest van de tafel is nog één grote bende. April 1989. Met de transformator op een vaste stand. Rijdt de D-trein zijn rondje. Over allerlei tijdelijke voorzieningen. Want de definitieve baan, ja, die is natuurlijk nog lang niet klaar. Dat kan natuurlijk wel even duren. Ten slotte zijn er ook nog andere hobby's. Om het woord Hierato maar niet in de mond te nemen. Zijn er ook nog van die onverwachte moeilijkheden. Bochten waar de trein niet echt mooi doorheen loopt, maar sommigen zelfs op blijven steken. Hele nieuwe stukken aangebracht, zoals hier, met een flinke verkanting. Ook het volschuimen van de baan bracht wat onverwachte problemen met zich mee. Want het uitzettende schuim, dat drukte de rijbaan omhoog. En vooral hier had dat tot gevolg dat er eigenlijk een bobbel in de baan kwam. Als je zowel de autoweg wat laat zakken en de treinbaan omhoog laat gaan, dan kan je dus een beetje smokkelen met de hellingen. En dat is daar gebeurd. Autoweg omlaag, treinbaan omhoog. En dan is het hoogteverschil voor de trein niet zo groot om te overwinnen. Maar dadelijk in deze berg, daar moet de trein in 2 rondes omhoog. Het hoofdstation is grotendeels klaar. Hier een kijkje door het andere perron heen. Met het grote stationsgebouw ernaast. Al met al vallen er nog heel wat problemen te overwinnen bij de aanleg van deze baan. Kijk, dit stijgingspercentage voor deze baan, dat gaat wel zonder de traaf voorbij te regelen. En aan deze kant komt hij dadelijk iets te hard naar beneden.
Maar ja, eens zal hier toch een kant-en-klare baan staan waar een aantal treinen tegelijk hun weg kunnen vinden. Na een lange tijd niks aan de treinbaan gedaan te hebben, eind juni 1991, is er aan dit hoekje toch weer iets gebeurd. Te vinden in de catalogus van Arnold. En van die twee bruggen zouden er twee naast elkaar hier de overspanning moeten verzorgen. En zo blijft er op deze baan nog voldoende werk aan de winkel de komende tijd. Want zoals dit overzicht laat zien, er is nog heel wat te doen. ...19 april 1992. Dit stadsdeel begint een beetje vorm te krijgen. De plattegrond laat al zien waar de nodige huizen en een kerk terecht moeten komen. Maar wat natuurlijk erg belangrijk is, en vooral in een Duits dorp, is dat er al bier gedronken kan worden in deze bierkarten. De banken en zo moeten nog wel buiten neergezet worden. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. En dit wachtershuisje is gesitueerd direct naast de hoofdbaan. Het gaat niet snel, behalve die ene trein dan. Maar er komt toch een heel klein beetje tekening in het geheel. Zoals we zien, er is nog heel wat te doen. Ook al zijn sommige details al klaar. Zoals deze zandvlakte. En de verlichting in het viaduct waar deze twee verdiepingenbus nog maar net onder past. De rest van de baan laat nog wel wat te wensen over. Tja, en over de nieuwe camera gesproken. Dat is hem dus. Dus nogmaals even dit overzicht van de baan. Waarin de autofocus bewijst toch niet alles te zijn. Maar ja, dat is op zich natuurlijk geen verrassing. De fabriek heeft een plaatsje gevonden.
werktafel is een modern bankgebouw. Of beter gezegd, een oud gebouw met een moderne uitbouw in gebruik als bank in aanbouw. Nog even een blik op een van de mooie punten. Zonder het geraas van rijdende treinen. En door wat met de diafragma-automaat te spelen, kunnen we hier zelfs wat meer scherptediepte in aanbrengen. Oefeningen op de oude band. Dan nu de eerste opname in Hi8 van de treinbaan. Nog even de biercurtain van dichtbij in de macro stand. Gelegen pal naast het viaduct en het parkeerterrein, wat op zijn beurt weer gelegen is naast het station, waar in de toekomst zo nu en dan een bus zijn lading passagiers zal uitspuwen, hoewel in zo'n klein dorpje spuwen. En daar een pension. En de maat van het postkantoor, wat ervoor moet komen. En als de macrolens het nog kan behappen. Daarachter de betonfabriek. En hier wat de Duitsers zo mooi noemen. Het schotterwerk. De klok die staat nog op wintertijd. 11:45 is het op deze zondag. En dit gedeelte van de baan ziet er al een beetje uit. Details in de scenery zijn er ook al een paar
dingen aan de baan gebeurd de laatste weken? Waaronder de opgang van het lokale spoor, dadelijk achter een berg verborgen. En met al deze bouten en moeren kan de opgang op de millimeter nauwkeurig bijgesteld worden. Een druppeltje lijm daarna doet de rest. En onder de tafel, dominant aanwezig, al het schakelpaneel op een opklapbare tafel. En op zijn plaats gebracht, levert dat het volgende beeld op. Alleen binnen in de kast is het allemaal nog niet klaar natuurlijk. Daar kan nog wel het een en ander gesoldeerd worden. Voordat er met tegenknopjes deze wissels bediend kunnen worden. Voordat de eerste trein hier stopt volgens de normale dienstregeling, gaan er toch nog wel een paar maandjes voorbij, zullen we maar denken.
zomer is voorbij. Een hele mooie zomer, waarin dus weinig tijd gereserveerd geweest is voor de treinbaan. En in deze tweede week van oktober moet er dus eens driftig tijd ingeruimd worden om alles op te ruimen. Een bureau een beurtje te geven. Want daar zal weer de nodige tijd aan gezeten worden. Om wat zaken te regelen voor deze treinbaan. Wat het vormgeven van deze berg hoofdzakelijk op de grond zal gaan gebeuren in de kamer hiernaast. Want dat zal wat een witte troep opleveren. De tandraadrailsjes die ik van Serp gehad voor de verjaardag moeten nog even wachten voordat zij op de berg gemonteerd kunnen worden. Een klein proefstukje toonde aan dat de koppelingen van de wagons ingekort moeten worden. Om de helling aan te kunnen. Kortom, voldoende werk om de komende tijd nog bezig te zijn. Deze kabels, we zullen een plaats krijgen in de tafel, zodat het controlepaneel via de stekkerbus in de tafel verbonden kan worden. Met de stabilisator aan is het beeld trouwens een stuk rustiger. Later zit de eerste draad op zijn plaats.
een dag later zitten ze alle drie op hun plaats. Als het nat was, ontstonden haarscheurtjes. Moest alles met vulmiddel overnieuw gedaan worden.
de perrons van het hoofdstation, die hier tussen de hoofdsporen moeten komen. En misschien is het te zien, deze shop heeft een bewoner gekregen. Dus als we koffie willen hebben, kunnen we daar terecht. Maar de andere kioskjes worden weer wat eenvoudiger gehouden. Wel wat plastic als glas ingezet. Maar voor de rest de bedrukte achtergrond die bij het setje aanwezig was. En tezamen met de overkappingen die op het bureau liggen, moet het allemaal leiden tot de hoofdperrons van het Centraal Station. Vrijdag 16 mei is dat laatste stukje tenminste ook haast klaar. Gelukkig heeft dit station maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sporen. Ik begin toch mijn rug wel een beetje te voelen nou. Dit worden de laatste beelden van de treinbaan hier in de Berkellaan. Binnen een paar maanden staat er een verhuizing te wachten. En dat betekent dat deze treinbaan uit elkaar is gegaan. Vandaag voor de laatste keer met de trein naar rijden. Die worden getroffen. En wel met de treinbaan. Want daar is wel het nodige werk aan te verrichten. Alle wagons en locomotieven zijn al in de doosjes verdwenen. Een oude mini-stekdoos doet dienst om wat klein los spul in op te bergen. En dat kan dan later mooi deze deksel overheen, het touwtje erom en het is geregeld. Uit het park zijn alle bomen al verdwenen. Slechts een eenzame jogger loopt nog op het pad te joggen tot hij ook in een doosje verdwijnt. Evenals deze fotograaf die op de brug staat te fotograferen. En ook de groep die die fotografeert, die zal voor het transport het veld moeten ruimen. Waar eens allemaal auto's stonden geparkeerd, daar is het nu een uitstalling. Kortom, wat deze treinbaan betreft, is de verhuizing begonnen.